Welkom bij een nieuwe City Skylines. Het stadje ziet er heel erg vredig uit, zo te zien. Het ziet er allemaal wel prima uit, denk ik. Ze zijn lekker aan het bouwen. Dit is commercieel, geloof ik, aan mijn hoofd. De GTA Online video die ik laatst gepost had, die had ik eigenlijk gepland voor vrijdag, vorige week, te uploaden. Ik had geüpload ofzo, en toen kreeg ik een error op YouTube van, ja, dit bestand kan niet geconverteerd worden. Oké. Nou ja, goed. Shit happens. Goed. Game sounds dat erg hard voor mij, maar goed. Oké, is niet aan te passen. Nou ja, goed, we kunnen een nieuw stuk land kopen. We kunnen alle landjes kopen, zeg maar. Die we willen. Alle vakjes, alle 28 vakjes aan mijn hoofd zijn dat, geloof ik. Die kan ik kopen. Gaan we niet doen. Ten eerste, ik heb maar 4000 op de bank staan. Dus het gaat nog heel eventjes duren voordat ik iets kan kopen. Ik heb trouwens ook op Steam, niet via Steam, heb ik een programma gekocht. En dan kun je zelf je eigen game maken. En wel een FPS game. En ja, op zich wel een grappig spelletje is dat. Programmaatje. Het is wel heel erg simpel spel, programma. Maar op zich misschien wel de tijd waard om een video een keer over te maken. Denk ik. Ik heb hier even een stukje weg aangelegd. Gewoon. En dan pakken we deze zo mee. Pakken we. Not enough money. Oké, nou, dan zeg je dan, in SimCity 4 kost het trouwens geld om een heel vakje te vullen. Maar het voordeel is, van je kan gewoon pop doen. Pop. Hey. Is klaar. En ik denk dat het nog wel beter is ook, want dan heb je dit stuk ook huis in plaats van dat daar een stuk weg is. Dan is tenminste nog wel veel vraag naar huizen. En loadement voor medium. Wat is nou? Medium en loadement, wat? Zijn al bij gewoon pakjes hetzelfde? Oké, nou zijn ze al bij medium. Nou goed. Dus dat was. Toen die vrijdag ben ik gewoon weggegaan. Ben ik helemaal naar. Helemaal richting Doetinchem gegaan. Dat is echt gewoon de eerste keer dat ik helemaal onder in Nederland ben geweest. Nou ja, oké, Maastricht ben ik geweest, maar die begrijp ik bedoel. Ik heb helemaal geen geld voor windmolens. Wat is dit? Oh, wacht, ik kan dat aanpassen. Even kijken hoor. Dit, ja. Texas. Ik laat die dingen gewoon hard werken voor hun geld. Water moeten we ook even in de gaten gaan houden. Want het begint ook een beetje. Net een beetje op het randje te liggen. Oké, de water is nog goed zo. Dat is prima, want ik wil eerst dit eigenlijk een beetje volbouwen. Ik wil gewoon even een stabiele basis hebben voor een goede stad. Een beetje een goede doorstroming. Bijvoorbeeld als je hier verder wil gaan. Dat je wel gewoon in het midden snelweg hebt liggen bijvoorbeeld. Dus dat je hier wat industrie hebt. Dat je hier gewoon een dikke woonwijk hebt. Dus dat is ook een beetje aan te denken. Je kan ook gewoon hier ook weer zo'n splitsingje maken. Dat het gewoon zeg maar een eilandje is. We hebben zelfs treinen, maar daar kunnen we niet bij, hè? Nee. We hoeven ook eigenlijk helemaal geen trein te hebben. Dat is alleen maar een clusterfuck. Er gaan al die treinen die gaan vastlopen en weet ik wat allemaal. Dus de retonnen doet ze werk wel goed, zo te zien. Landfill site. Operating normally. 6% vol nog maar. Oké. Nou, ik denk dat ik hem op een goede spot heb neergezet. Ja, zie je. Alles is groen. Ik heb geen geld voor incinerator of recycling center. Dat is goed. Ja, dat is niet goed. Maar... Dus kijk, er is weinig vraag voor... Zo. Ik denk dat het daar nog geen vraag meer naar is. Maar we hebben nog wel vraag naar commercial.
Dat is altijd wel belangrijk om te hebben, commercieel. Dat gaan we ook even wat bijplaatsen. Industrie heeft ook vraag, dus daar gaan we hier ook nog wat toevoegen. En laten we even afwachten hoe dat gaat ontwikkelen. Want je moet nooit heel veel vlakjes in één keer plaatsen. Want dan is in één keer die vraag weg en dan heb je te veel geplaatst. Niet dat het erg is, maar... ja, extra moeite. Kost me dat eigenlijk. Kijk, als je dat met huizen doet, is het helemaal erg. Want dan komen al die mensen... op dezelfde tijd erin. Worden allemaal even oud. En dan gaan daarna achter elkaar dood. En dan heb je heel veel mensen die, ja, doodgaan. En wat doe je met dode mensen? Ja, precies. Die moet je begraven. Of je moet ze in cremeren. Ik weet niet of ik een crematorium heb. Nee, niet. Space Radio Occupied. Dat wordt lastig om het hier neer te zetten. Oké, hier. Ja, het kan, maar... ja, ik zie het probleem al. We moeten helemaal omrijden. Nou, dat gaat dus nooit worden. Dan zou ik het gewoon hier ergens neerzetten. Police Rural Station. Serve and Protect. Ja, bla bla bla. We gaan eerst maar eens even wat geld sparen. Ik heb nog niet zo heel veel. Ik ga ze altijd eens even wat snel laten lopen. Nou, zie je. Krijgen ook allemaal kinderen en zo. Uneducated. Dus ja, heel veel mensen voor de fabriek. Ik ga voorlopig even geen universiteit neerzetten. Want dan worden ze allemaal te slim. Dat hadden we vorige stad gehad. Er is nog een vraag naar wat industrie. Dus ik ga wat industrie toevoegen. Nadruk wat. Niet te veel. Zo. Ze komen wel allemaal via hier, hè. En... oké. Zo, want dan gaan we hier een nieuw vuilnisbelt neerzetten. You know, cause reasons. Dan gaan we deze leegmaken. Nou, het wordt een beetje druk hier, zie je dat? Al dit verkeer wat gewoon over het onderlijn moet hier langs en rijdt dan weg. Of gaat de stad in? We hebben een nieuwe service geunlocked. Even kijken. Geen idee wat het is. Mensen hebben tekort aan water, dus laten we daar eerst even een kijkje in nemen. Dat heeft een prioriteit eigenlijk. Zo, elektriciteit en water. Elektriciteit hebben we ook weer te weinig van. Daar zal ik ook nog even wat overklokken. Zoals ik dat noem. Zo. Nou goed, laten we dan nog even wat dit inzetten. Het heeft natuurlijk een radius. Holy moly, dit is een grote. Congratulations, we zijn een boomtown. Busy town, tiny town, wharfy village. Big town, small city, big city, grand city, capital city, colossal city, metropolis, megalopus, ja, polis. Nou goed, whatever. Pas de laatste krijgen al dat stukjes land. En de monumenten. Stand apart from other cities. Ja, dat is helemaal geweldig. Ik ga deze even hier in het hart neerzetten. Ongeveer. Dan zie je. Ze zijn allemaal hartstikke blij. En je ziet ook gelijk dat effect, want al die dingetjes worden lichtgroen of lichter oranje. Natuurlijk, ze zijn niet heel erg blij, want het staat niet in hun buurt. Maar je moet niet denken van dat het gelijk effect hebt. Het heeft op zich wel gelijk effect, maar op zich ook niet, denk ik. Nou ja, lastig uit te leggen, maar... het zal wel tijd nodig hebben.
Even kijken, daar gaan we mensen de stad weg. Maar de stad is wel blij zo te zien. Even kijken, waar kan ik het allemaal zien? Oh ja, hier. Happiness, residential happiness, 74% zijn niet super blij, 75%. En industrie is ook blij. En commercieel is ook blij. Dus dat betekent dat... Oh, wat betekent dit? Zijn we blij? Ja, wat betekent dit? Oh, dit is een super blij. Aha. Oh, we hebben hier iemand die unhappy is. Er woont niemand. Ja, too bad. Laten we lekker iemand anders bouwen, zou ik zeggen. Oké, nou prima. Deze is leeg. Building is emptying. 1% voor nog steeds. Jezus, dat duurt lang. Ik heb trouwens ook... Ik wilde eigenlijk gisteren... Dat was de... 9e, 9 juli. Wilde ik eigenlijk dit spel livestreamen, City Skylines. Dat is niet gebeurd, want ik ben in Terminator Genesis geweest. Echt, oh, ik heb hem nou relocated, hè, dat waren ook. En dat was echt een fucking vette film. Echt een mooi twist. Op zich, ik zag hem al aankomen. Maar ik ga natuurlijk niet spoilen. Even kijken, is het ook open the budget panel? Stop emptying, relocate. Ik zet hem gewoon uit. Pop. Melding is turned off. Oké. Ja, heel geweldig. Jammer dat dat dingetje laat zien. Dat is dus op zich ook wel goed, maar ja. Ik weet nu wat er aan dingen uitstaat. En dat hoef ik niet de hele tijd in mijn face te hebben. Net naar workers. Oké, dus ja, je ziet ook. Er is een hele high demand voor residential. En ook heel veel voor commercial. Nou, dat wordt medium. Dit is high. Dat wordt ook wel high. Nou prima, dan moeten we wat meer mensen toevoegen. Zo te zien dat het probleem eigenlijk staat, of niet? Ja, zie je, dat is 41 leverd. En de consumption is ook 41 megawatts. Deze dingen zijn mooi. En die produceren heel veel herrie. Ja, oké. Dan gaat hij zo meteen draaien. Deze dingetjes moet je in het water plaatsen. Er zit ook een zonnepaneeltje op. 3 stuks. Even kijken. Oké, ja, het is nu natuurlijk ruimschoots voldoende. We kunnen deze wel even terugschroeven. Ja. En je zult zien dat ik steeds meer winst maak. Even kijken. De availability is goed genoeg. Ik zal deze even uitzetten. Building is turned off. Dat is de bedoeling ook. Het zijn ook hartstikke blij natuurlijk. Want die dingen maken ook herrie. Dat is gewoon woes, 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 woes geluidje. Ik zou deze wel even aanlaten. Want het is niet best als je ze uitzet, als ik het zo zie. Ja, nee, het produceert iets meer dan het gebruik. Dus ik zou het gewoon lekker zo laten. Want je moet wel een beetje speling hebben. En wel een brandweer. Nee, we hebben nog geen brandweer. Dat is ook too bad. Het is trouwens geen brandweer. Dit is de brandweer. Hoeveel kost dat per uur? Per week. Water, fire, upkeep is 560 per week. Ik vind het een hoop geld, toch? Ja, goed, dat is natuurlijk iets wat noodzakelijk is. En zeker op een industrieterrein, want dat is heel vaak gewoon dat het in de fik gaat. Want dat is natuurlijk een hartstikke gevaarlijke... Ja, je weet niet wat voor, met wat voor troepen hier allemaal werken. We hebben nog steeds een high demand... Voor commercieel en residential. En ja, de stad ziet er heel erg goed uit. Hier hebben we nog steeds de McDonald's staan. McDonald's drive-by staan daar geloof ik. Drive-thru. Zie je de drive-thru? Ik zie geen drive-thru. Er staat wel een dump hier. Ik snap het niet. Oh, wat? General Store. Ik zag het. Van iemand rijdt doorheen, parkeert die zat ook klaar. Loop naar binnen. Oké, nou goed. De McDonald's staat er dus nog steeds. Ik zal hier nog even een wegentje toevoegen. Een weggetje. Ken dat? Ja. En je moet wel de ruimte die je hebt een beetje optimaliseren. Dat je zoveel mogelijk en zo weinig mogelijk ruimte kunt proppen. Want ja, zoals je weet, we hebben natuurlijk nog wat commercieel nodig. Ik probeerde de mensen altijd een beetje laag mogelijk te houden. We moeten ook nog wat mensen toevoegen aan de stad. Nou, ze zeuren dat er hier geen genoeg werknemers zijn in de stad. Kijk maar, dat doen deze fabriekjes hier. Dat is dit. Goods Unlimited. Oké.
Ja, ik moet even kijken, want ik wil de snelweg uit gaan breiden. Ik wil hem hoger leggen. En ik wil een directe weg van hier naar hier. En deze moet over. En dan moet je hier zo'n splitsing eraf krijgen. Wat op die weg aansluit, denk ik. Dat lijkt mij het idee. Om dit sowieso direct te verbinden. En dan nog gewoon de snelweg eroverheen te hebben. Of onderdoor. Nou, de overheen lijkt me wel vetter. Of onderdoor lijkt ook wel vet. Dan is het gewoon out of sight, out of mind. Maar op zich, het kan nog wel eventjes. Het staat wel op super... Nee, niet. De meeste mensen die komen gewoon vanaf de snelweg om naar de industrie te gaan. De meeste, hè? Nou, goed. Nee, goed, ik ben het mee eens. Alleen heb ik een loon genomen. Kan er wel wat. Nee, niet. Loans can be repaid instantly with no extra costs to you. Ik denk dat ik nog even door moet sparen. Ik ga gewoon nog heel even wat huis toevoegen. Simpelweg om gewoon wat meer geld te gaan verdienen nog. Zodat ik... de snelweg kunnen upgraden. Even kijken hoe het zit met water en elektriciteit. Want ik ben natuurlijk nu aan het uitbreiden. Oké, de water zit nog goed. Ja. De budget moet even omhoog van de elektriciteit en van de... water. Water is al hoog. Hier staat dus natuurlijk aan het uitbreiden. He? Het is booming. Boomtown zijn we ook ondertussen. Even kijken. Nee, deze moet je hebben. We zijn nu Boomtown. We zijn onderweg om een Bussy Town te worden. Not enough educated workers. Wat? M&H Clothing. Henrik en Mauw. Oké. Nou goed. Ja. Nee, ja. Not enough educated. Hoe zit het met scholen? Ik kan me geloven dat ik een basisschooltje heb neergezet. Elementary school. Availability. Oké, het zo wel. Ik denk dat deze heb ik niet staan. Large elementary. En dit is normale. Die zit in de game. Dit is trouwens een workshop item. Dan moeten we hier een high school neerzetten. High school educates teenagers to prepare them to become educated workers. Education is a requirement for building to level up. For buildings to level up. Higher level industry requires educated workers. Only teenagers can attend high school. Well, dat is quite logic. Maar ik ga geen school bouwen. Ik heb even niet het geld ervoor, denk ik. Want ik heb hem bijna 40.000. Bah. Of de belasting moet omhoog. De industrie. Ik vind dat de industrie, SimCity doe ik altijd de industrie wat meer te betalen. High residential, ja goed, die mogen we wel altijd meer betalen. Dit is best logisch. Dus ja, er is nu een high demand for industry or offices, omdat mensen dan geen werk kunnen vinden of wat dan ook. Not enough educated workers. Laten we gewoon even met de snelweg gaan stoeien. Waarom zijn die mensen blij? Dat snap ik niet. Ik kan het niet snappen. Nee, ik snap dat niet. Hoe ze blij zijn. Waarom ze blij zijn als je het weg doet? Als de weg verdwijnt, dat is toch weird? Oké, we gaan even kijken. Dit is de two-lane road tool. Dit is de snelweg met barriers.
Oh. Ah, dat kan je altijd nog upgraden. Ik zit er niet zo erg mee. Even kijken, hoe ga je ook weer zakken? I have no idea. Wat is er in? Ook niet, hè? Nee. Geen idee hoe we zakken. Of we omhoog gaan. Sneltoring. Even kijken hoor. Information. Westdeel. Oh, wacht even. Nee, dat zoek ik niet. Ik zoek de informatie. Hier ook. Use page up and page down to build elevator roads or tunnels. Draw a road over water to build a bridge. Dus het gaat om de page up and page down. Oké. Okay. Dat is deze. Oké, dat is best useful. Bijbouwen. Ik kan natuurlijk nooit gelijk wezen. Direct set one way direction. Dat is altijd zo geweldig. Ik heb geen flauw idee dat ik het voor elkaar moet krijgen. Ja, dat is gewoon impassable. Toch gewoon niet. Not enough money. See? There you go. Ik neem even de kleinste lening die er is. Omdat ik daar waarschijnlijk genoeg aan heb. Zo simpel gedacht. Nee, dat is niet helemaal tevreden. Daar ben ik niet helemaal tevreden mee. Ah, wel. Goed. We moeten hier dus nog gewoon die weg weer hebben. Dus ik kwam te denken om gewoon een grote weg voor te gebruiken. Dit is een 6-lane road, parking spaces supports high traffic. Een 4-lane supports medium traffic. Ik denk dat we high traffic moeten gaan gebruiken ervoor. Moet ik even kijken hoe ik dat ga gebruiken. Loopt het recht? Nee, hij loopt niet recht, hè? Hoogstwaarschijnlijk niet. Space is ready occupied. Oh, good. Awesome. Even kijken. Dan pakken we deze ook even mee. Dan zie je maar. Dat je... Dit gewoon zou ik even binden. Dat had ik eerst niet eens aan te denken, joh, om dat op die manier te doen. Ja, nou, dan moeten we hier waarschijnlijk ook maar even de weg upgraden. Dan gaan we even kijken hoe de game adapt. Daarop, even kijken. Dat is niet, natuurlijk nu niet een manier om... Er is een, de boel is niet verbonden met de buitenwereld. Dus je zult zien van mensen proberen te komen en die verdwijnen.
Want er is geen connectie. Ja. Kijk, dit is een afrit. Dan moet ik even de upgrade tool uitzetten. Oké, dan moeten we hier even deze tool gebruiken. Die tool. Oké, dan kunnen ze dus gewoon zo de stad in of uit voorlopig. Of het een goede oplossing is, weet ik niet. Oh, jawel, denk het wel. Ja, denk het wel. Lijkt me sterk als het niet zo is, want je hebt geen stoplichten. Wel je piece op lichten. New piece of land available for purchase. Take a look. Ja, dat is helemaal geweldig. Dus we zijn nou... Nee, niet wat. We zijn al een boomtown. En dan... Hier krijgen we ook een stukje in je nieuwe land bij, als het goed is. Nee, niet. Hiermee krijgen we gewoon alle grote apparaten. Have you banned traffic? Dingen. Nee, ik krijg een grote ding alleen mee. Oké. Remember, have a look at the newly unlocked buildings. Crematorium. We kunnen wel een cemetery bouwen. Die past precies in natuurlijk. Ik plaats er hier eentje. Iedereen is natuurlijk weer happy. De belastingen gaan iets omhoog. Dat is hoe de wereld werkt. De wereld van vandaag. Het gaat er natuurlijk weer bijna op. Even kijken hoor. Als ik zo eens kijk. Hoeveel? 2000 weken. En dan 17.000. Nou, dan kun je deze nemen en ik kan hem afbetalen. Er is een abandoned building. Oeh, wat is aan de hand? Not enough educated workers. Ja, je kunt of nu de schuld gaan aflossen, ja toch? Die kun je afbetalen. Payment plan, interest 5%, weekly cost, $403. 43 weken resterend. Ik weet het niet. Ik ga, ja, het is of een hogeschool, een middelbare school bouwen. En van het gezeur afwezen. Want ze hebben er allemaal last van. Hier, hij is zelfs verdwenen omdat ze... Dus dat is heel slecht voor de stad. Als al die gebouwen weer weggaan. En voor de rest hebben ze niks te zeuren, toch? Nee. Nou, voor de rest hebben ze helemaal niks te zeuren. Ze zijn allemaal hartstikke happy voor de rest. Alleen dit. Gewoon, ja, drugstore. Drugstore. Dan moeten we maar even een hogeschool. Waarom zeg ik steeds hogeschool? Elementary school, die hebben we. We moeten een high school hebben. En die kost 24. Ja. Zie je dat? Weet je, ik wil er eentje plaatsen. Wat is de. Remember to have a look at the newly unlocked buildings. High school. Ja, weet ik. Die wil ik net plaatsen, idioot. Ik ga een soort van hier plaatsen. Lekker dicht bij de snelweg. En iedereen is happy. High school students. Het is wel jammer dat je dat je dit niet kunt upgraden, zeg maar. Net zoals SimCity, daar kon je gewoon een extra schoolbus toevoegen. Ik snap nog steeds niet waarom Amerikanen schoolbus hebben. Zijn ze nou gewoon zo lui of zijn ze nou lui? Nou ja, goed.
Ja. Ze kunnen het goed met de fiets naar school gaan. Maakt ook niet uit. Heel veel vragen naar industrie, dus we gaan nog even wat industrie neergooien. Wat, waarom heb jij hier gebouwd? Het is een brandweer, of niet, hè? Ik denk het wel. Er staat nergens op dat het brandweer is, maar het is het brandweer waarschijnlijk. We gaan het ook even volbouwen. Dan is het medium demand for commercial stone. Ja. Laten we daar eerst even dit even gaan netjes leggen, aanleggen. Ja. Niks aanleggen, bedoel ik. Laten we dit eventjes weghalen. Het ziet er een stuk netter uit. Duidelijk eentje van deze stad. Nou ja, goed. Ja, moeten ze maar mee doen. Zo, dat is allemaal ingezoomd. Spoel eens door. Want er is medium demand. En highly demand for industry or offices. Dus ja, nou ja, goed. In ieder geval, die kinderen die een beetje educated zijn, die zullen waarschijnlijk wel van pas komen. Voor een big area. 600. Kom op, 700. 700 van de 1000. Ja. Het is allemaal uit de stad. Even kijken. Informatie. Oh, hier kijk. Al die teams gaan dus naar school. Even kijken. 693. Ja, ze gaan allemaal naar school. Nou, gaan er een paar dood of zoiets. Oh nee, dan worden ze ouder, hè. Dan worden het gewoon young adults. Er zijn dus heel veel oude adults. En er zijn 37 senioren, dus die gaan allemaal dood. Weekly tourist visits. The average zone buildings. En de commercieel, die doen het heel erg goed. En we hebben geen office zones. En we hebben alleen wat industrie, wat gewoon industrie is. Zolang je maar niet te educated mensen gaat krijgen. Oké. Okay. Te slim, ja, dan gaan ze natuurlijk niet hier in een fabriek werken. Hè? Dat begrijp je ook wel. En dat is iets wat we niet moeten hebben, dat ze te slim zijn. Dat is gewoon niet goed. Dat ging er in mijn vorige stad. Had ik een universiteit. Allemaal dikke rock'n'roll en zo. Allemaal te slim. Nee, goed. Hoe gaan we met de stad eigenlijk? Als ik het zo zie, dan kunnen we wel wat aan het water gaan doen. Budget. Ja, dat is wel aardig hoog. Laten we gewoon even wat. Een nieuw waterpompje. Even kijken. De sewage. Overal onreinig water. Ik zal hem hier neerzetten. Dan hebben we heel veel genoeg water. Dan kunnen we natuurlijk weer even wat aangepast bij het budget. Want het budget is een bam omlaag gaan waarschijnlijk. Ja, je ziet niet eens verschil. Ik zou wel verwachten dat je verschil zien. Oké, nou goed, dat is in ieder geval weer voor voorlopig klaar. Kijk, even kijken hoor. Deze drie mensen zeuren daar nog om. Ja, alleen deze drie zeuren nog omdat er niet genoeg educated workers zijn. Remember to have a look at a newly unlocked building, bus depot. Ja, maar daar heb ik niet echt heel veel zin in om te plaatsen. Wanneer kom ik nou van jou af, jongen? Allemachtig. Nou ja, goed. Stad draait prima. Even kijken, hoe zit het met de landfill? Oké, 40%. Dus we kunnen wel 60% in. Nou, dat is prima. Stad groeit.
Kijken, medisch gaat ook allemaal goed. Brandweer gaat goed. Police department gaat goed. De crime rate is 3%, dus dat is gewoon laag. Education gaat heel slecht, maar dat heeft natuurlijk tijd nodig. Dat gebeurt niet in 2 minuutjes. Dat kan nooit. Nou ja, goed, parkjes zijn mensen wel redelijk blij. Hangt vanaf waar een parkje op staat natuurlijk. Hier hebben ze dus geen parkje, dan ga ik ze hier een parkje geven. Een beetje in het midden. En hier nog eentje. En nog eentje, en dan moeten ze niet te veel gaan zeuren, want kost weer geld om te onderhouden. En we kunnen nu een stuk land kopen, dus. Maar we zijn nog niet een level up, zo te zien. Unique buildings, landmarks. Level 4 zijn we bijna. Nou, we kunnen planning policies krijgen we straks als we een positie zijn. Dus dan moeten we bijna 4000 mensen in de stad huisvesten. Wat nog niet aan de hand is. Oké, de senior is wel verdubbeld of zoiets. Ja, ongeveer zo is verdubbeld. Minder teens volgens mij. Ja, ik had er minder volgens mij. Of meer. Nou goed. Policies aanpassen. Recreation. Ja, even kijken hoor. Alle recreational use of controlled substances. Nou, ik ga hier niks mee doen voor de rest. Daar heb ik niks bij nodig nog. Nou goed. Laat ik het hierbij. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ja, laat even wat je van deze video vindt achter in de reacties. En dan zeg ik tot de volgende video. Laters.